Welkom bij De Vossenjacht. De GTA-serie van Kicks Games die geïnspireerd is van de serie van StukTV. In deze serie jaagt een drietal op de vos. De vos krijgt 5 minuten voorsprong en moet vervolgens 30 minuten lang om de 5 minuten zijn locatie doorgeven. De jagers moeten de vos levend in handen krijgen. Hem opblazen of van afstand neerschieten heeft weinig zin. De vos die mag zich enkel voorbewegen in zijn oranje pak en oranje wagen. Als de wagen niet meer kan rijden, zal de vos de jacht te voet moeten uitlopen. De jagers mogen switchen van voertuig en zelfs het luchtruim opzoeken, zolang ze de vos uiteindelijk maar kunnen aantikken. De vos mag niet van de wegen af en enkel in openbare gebouwen. De jagers mogen afsnijden hoe en waar ze maar willen. Kan de vos 30 minuten uit de handen blijven? Je ziet het in een nieuwe aflevering van De Vossenjacht. Hey! Kijkers van Kicks Games, jullie hier weer gelukkig kijken naar een gloednieuwe aflevering van Vossenjacht. Ik ben hier met een nieuw clubje. Er is één bekende en jullie zien hem van mij de ver, want hij heeft zijn lichtgevende pakje nog steeds aan. Het is namelijk niemand minder dan... Marnieker! Oh, dat is niet slim om zo'n pakje aan doen trouwens. Nou, geef niet hoor. Ik vind het helemaal niet erg. We zijn hier samen met nog iemand. Die is nieuw in dit clubje en dat is niemand minder dan... Michael Jackson, man! Michael Jackson! Oftewel, yeah, Ronald natuurlijk. Yo. En hier verderop hebben we nog iemand staan en dat is niemand minder dan... Edelbeer! Yeah! En met dit clubje jongens gaan we een nieuwe aflevering opnemen. Zoals jullie zien ben ik in het oranje. Dat betekent dat ik vandaag de vos ben. En de anderen de jagers. En ik ben zeer benieuwd welke nieuwe tactieken er tevoorschijn gaan komen. Of dat er vastgehouden wordt aan de oude technieken. Marnik, zou jij een timer erbij willen pakken? Oh ja, natuurlijk. Komt helemaal goed, meneer. En jij kan ook slepen natuurlijk. Dan kan je zelf nu ook. Oké, let's go! Hey. Heb er zin in. Hey. Oké, ik ga in mijn auto zitten alvast en dan zou ik zeggen, zullen wij de eerste 5 minuten gaan starten? Nou. Ja. Gaan we ze allen aftellen, jongens? 5. 4. 3. 2. Go! Ja. Hey, maar hij had iets over tactieken. Heb je tactieken? Jij bent hier de ervaringsdeskundige op dit moment. Ja, hoeveel uur GTA hebben jullie gespeeld? Flauw idee. Volgens mij ben ik level 40 of zo. Ik denk hier zo'n 400-500. Oké, dan ben jij de GTA-expert. Ja, ik weet, als hij een screenshot stuurt, denk ik wel dat dan weet ik misschien wel waar die is. Oké. Is het verstandig om een helikopter te hebben? Ik weet niet, want dan kan je iemand niet tegenhouden. Nee, is alleen spotten. Ik denk het niet. Je kunt er wel spotten, maar heet dat een toegevoegde waarde? Ik denk dat we met auto's beter af zijn. Ik denk dat ik misschien wel een tactiek weet. Eén iemand gaat in plaats van een sportwagen in een auto die niet opvalt. Zoals Manik, ik vind jou wel een pisvaste persoon. Dat we deze gebruiken. Wat? Dus in die slomme wagen? Ja, ik vind dat jij hierin gaat rijden, zoals als hij een sportwagen ziet, dan weet hij meteen dat wij het zijn. Dat is wel waar, ja. Dus als één persoon in een auto gaat, die niet opvalt, dan kunnen we misschien winnen. Yeah! Ja, maar dat misschien wel, maar ik val wel op in mijn pakkie. Nou ja, misschien is het wel goed. Ja, misschien is het wel goed. Oké, guys, we zijn officieel vertrokken. We zitten in onze aparte channel, ze kunnen ons dus niet meer horen. En het is nu een kwestie van, wat gaan wij doen? En ik denk eigenlijk een beetje hetzelfde als de vorige keer. We hebben natuurlijk wat nieuwe mensen. Die zullen misschien een nieuwe tactiek hebben, misschien niet. Ik heb geen idee. Marnik die zal wellicht met ze bespreken. Nou, Kevin deed vorige keer dit. Het gevaarlijke is wel, Marnik is de enige persoon die al een keer iemand gepakt heeft. En die zit nou weer bij de jagers. En degene die gepakt heeft, was ik. En ik ben wederom de vos. Dus ik moet denk ik nog onvoorspelbaarder en nog vreemder gaan doen dan dat ik al deed. Oh, dat was vrij... Dit is vrij dom en vreemd om je auto al direct te slopen. Goed, we blijven even spookrijden. Maar welke kant we op gaan, ik weet het niet. De eerste 2 minuten zijn om. En... Oké, we gaan gewoon verder. Ik denk dat wij hier omhoog gaan. Jazeker. Wij gaan hier omhoog en dan kijken we wel even waar we uit... Oh nee, shit, dit is gewoon een snelweg. Oh shit. Nee, we blijven toch nog wel even op deze weg. Oh nee, mijn auto is echt al flink naar de kloten. Dit is niet oké. Ik ben echt niet slim bezig nu. Oké. Maar ik wilde nog heel even op deze weg blijven. En dan wil ik een afslag terug de stad in eigenlijk.
Komt hij hier? Ik hoop het zo. Even kijken hoor. Ik denk dat ik hier omhoog moet. Ja, ik ga gewoon hier omhoog. Zo. We gaan hier omhoog. We zitten een beetje buiten de skyscrapers. En we gaan gewoon kijken wat er gaat gebeuren. Gaan we ook Northside? Wie gaat waarheen? Ik ga wel richting downtown. Oké. Ja, we krijgen eerst de positie nog door, toch? Dus dan weten Oh ja, dat klopt. We weten dan een beetje waar we heen moeten. Dit gaat hem gewoon worden. Ja, we hebben nog zo'n 2 of 3 minuten volgens mij. Ik heb mijn timer op pauze gezet, per ongeluk net. Oh. Dus ik weet niet hoe lang we nog hebben, maar hij komt vanzelf. Ja. Dus misschien wel. Jullie hebben eerder met Kevin gespeeld, toch? Dit. Ik heb dit nog nooit gedaan. Dit is ook mijn eerste keer. Dit is ook mijn eerste keer. Manik, wat zijn meestal Kevin's tactieken in deze game? Nou, Kevin die wil altijd mooie plaatjes hebben. Dus meestal een hoerentent of zo. Of een kerk. Een hoerentent. Hoog gebouw op de achtergrond. Maar misschien gaat hij deze keer iets anders doen. En dat is dan naar de andere kant van de wereld. En dat zal wel heel lastig zijn. Ik denk niet dat hij dat doet. Ik hoop eigenlijk dat ik Marnik weer een keer kan verslaan vandaag. Dat ik gewoon dit keer niet gepakt word door Marnik. En de rest natuurlijk. En dat ik dit keer gewoon een beter spelletje heb gespeeld dan de vorige keer. Oeh. Zal ik op de foto gaan met dat paard of niet? Nee, ik weet het niet. We gaan gewoon nog een stukje verder. We hebben nog 2 minuten de tijd. Dus ik kan gewoon nog een stukje verder rijden. Ik heb een idee. We gaan een beetje bij de suburbs staan. Bij die rijkeluis woningen. Dan gaan we even kijken waar we gaan staan. Zullen we voor het huis van Michael gaan staan? Zullen we dat doen? Ja, ik ga een fotootje maken voor het huis van Michael. Dat vind ik wel een goeie. Geef ik ook gelijk die locatie door aan ze. Dat ze weten dat ik voor het huis van Michael sta. En vanaf daar gaan we natuurlijk zorgen dat we gaan vluchten. Maar dit vind ik wel een hele goede eerste plek. Dus dat gaan we eens heel eventjes fixen. Hij mag niet van de weg af, hè? Dus... Hij mag niet van de weg af? Nee, wij wel toch? Wij mogen gewoon alles doen wat we willen. Wij wel. Okay, dit gaat spannend worden, guys. Dit gaat spannend worden. Mag hij ons eigenlijk doodschieten? Nee, wij mogen hem ook niet doodschieten. Wij mogen hem niet schieten. Hè? En doodslaan, toch? Of tikken? Eén keer tikken, ja. Eén keer tikken. Boop, dan hebben we gewonnen. Boop, boop. We zijn allemaal al dood voordat we hier weg zijn, denk ik. Ik ben er eigenlijk helemaal klaar voor. Ik wacht op zijn locatie. Ik ben benieuwd waar hij zit. Ik denk dat hij wel in het centrum nog zit. Ik denk wel in de stad. Want de stad ik denk dat hij downtown staat. Ik sowieso downtown, inderdaad. Want in de stad kan je natuurlijk alle kanten nog op duiken. Mag je gebruik maken van een trein? Dat hij er gewoon heet in staat? Dat is niet in de regels. Oeh, dat weet is ik niet. Goeie. Ja, dat is hij niet is volgens mij... Het staat niet in de regels, maar hij is nog nooit uit de auto geweest volgens mij. Tenzij de auto kapot is. En dat is eigenlijk nooit gebeurd. Oeh, ja. Dat is wel lastig. Maar we gaan hem onthouden. Dat is wel een mooie tactiek voor de volgende keer. Ja, precies, voor jou. Ja, ik weet jouw ding al. Hey, als we Ronald kwijt zijn, dan... Ik ga je gewoon doodknallen. Mag de vos dat ook niet? Want de vos maakt het eigenlijk niks uit of wij leven of doodgaan. Ja, precies. Als hij maar wint. Als hij maar wint, ja. Maar het valt wel op als jij natuurlijk gaat schieten als vos. Dat wel. Tenzij jij een goede sniperplek neemt en dan overal proximity mines omheen legt. Maar je mag geen mines gebruiken volgens mij, toch? Ja, dat weet ik niet. Wij mogen de vos niet vermoorden. Maar ik bedoel meer als vos dat je jezelf kan beschermen. Jezelf kan inbouwen met proximities. Dat is wel slim, dat is slim. Dit zijn allemaal mooie tactieken voor de volgende keer, als ik mag, man. Oh, damn. Ja, voor jou, ja. Hij heeft straks sowieso zo'n bunker gebouwd. En daarom is Kevin kut. Het eerste wat ik hoorde is daarom is Kevin kut. Hey, hoe is het? Goed, hoe gaat het met jou, stomme vos? Ja, het gaat hartstikke goed. Hebben jullie het fijn of niet? We hebben net een koffie-theekransje gehad. Oh, dat is wel heel fijn, ja. Hey, wat zouden jullie als eerste willen zien? Een knappe selfie? Of zeggen jullie, gooi eerst die GPS-locatie maar even? Ah, ik denk het kopie, want dan kunnen we raden al waar die zit. Dus, ja, precies. Oké. Dat is waar. Oké, dat is goed. Nou, dan gooien we die als eerste. Dan heb ik hier zo voor jullie de link naar de selfie. Leef je uit. Even kijken. Oh, dat is bij dat rijke man een luishuis. Daar, rijke luihuis. Dat is het huis van Michael. Ik weet niet waar dat is. Ik wel. Oké, dat is goed. Kevin? Ja? We komen eraan. Nou, locatie nog, hè? Dat wil ik wel eens zien. Misschien kan ik daar heeft daar weer geen idee waar het is. Dus ik ga voor hem nog een speciaal even de locatie doorsturen. Nee. Ja, jullie weten natuurlijk waar het is. Maar ja. Mark heeft dat nodig, anders weet hij niet waar hij heen moet natuurlijk, die jongen. Kijk. Wij gaan je vinden, man.
Nog even die GPS voor jullie, die sappige GPS. Ik ben bij het witte autootje en de richter. Of nee? Ik ben... Ja, bij het witte autootje. Oh, daarboven, witte autootje. Daarboven. Dus witte autootje. Ja. Oh, je bent allemaal, je bent dan ver, man. Dat is echt ver weg. Ja. Hebben jullie er zin in, of niet? Ja, nee. Nou, dan zet ik mijn timer weer op 0. En dan zou ik zeggen 5, 4, 3, 2, 1. Go! Maar hij is heel ver weg en ik verwacht dat hij zo meteen echt naar het noorden gaat. Verder weg hier. Ja, of juist weer terug de stad in natuurlijk. Ik denk dat hij weer terug gaat, man. Want, ja, als je weggaat, dan heb je maar één weg, hè. Dus dan precies. Kans dat je gepakt wordt. Als hij die stad in vlucht, dan kan hij zich weer overal verstoppen. En hij ziet ons natuurlijk redelijk duidelijk aankomen. Ja, inderdaad. Ik ga hier de pop doen, kijk. Ja, ik ga gewoon... Ik ga gewoon recht op dat rijke deel af. Ik denk dat wij via de kust... Ja, een beetje die hoofdwegen aan de kust. Oh, kijk uit. Dat wij een beetje terug richting het zuiden gaan. Dat gaan ze denk ik niet verwachten. Ik hoop dat ze dat niet gaan verwachten. Dus wij rijden hier een beetje naar die kustlijn. En dan hoop ik dat ik een keuze maak die zij niet hadden verwacht. Volgens mij kom ik hier een beetje aan de kust. Als ik hier doorrij, rijd ik dan richting de kustlijn? Of ben ik nou echt heel dom bezig? Waar is het strand, jongens? Oh, daar, de palmbomen. Daar moet het strand zijn. Oké, ik ben nu aangekomen bij de rijke wijk een beetje. Ja, ik ook. Of hij is de berg ingegaan. Dat hij verder is gereden, maar dan rijdt hij zichzelf klem. Dat is de laatste tijd heel vaak gedaan en het ging fout. Ja. Dus ik denk dat hij nog steeds gewoon hier in de buurt moet zijn, hè? Ja, ik zit nu in de rijke buurt, mocht hij daarin zijn geglipt. Dus ik rij hier even een stukje rond. Een grote oranje auto dus. Ja, precies. Ik zit nu een klein beetje de berg in, maar ik denk niet dat hij hier naartoe zou gaan. Dus ik blijf Zijn nou gewoon helemaal naar het zuiden aan het gaan, dat wij naar het noorden gaan. Ja, ik weet het niet. Ja, ik blijf nu in die wijk in ieder geval. Lekker op het strand. Oh shit, jongens, weg met die drukte. Als een politiebezoek ben ik de lul. Oké, we gaan toch nog een stukje over de weg. Want als ik iemand aanrijd, dan ben ik helemaal de lul natuurlijk. Goed, we blijven eventjes zo rijden. Dan ga ik even hierheen. En dan draaien we hier weer heel eventjes zo de zijweg op. En dan komen we wel weer bij een weg uit, denk ik. Hebben we hier een weg? Ja, we hebben hier een weg. Rustig aan, jongens. 2,5 minuut zijn al rustig voorbij. En we rijden hier nog relaxed bij het strand. Tja, 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 tja. Nee, ik geloof niet dat hij hier nog in de buurt is, hoor. Ik denk dat hij bij het vliegveld is of zo. Ja, ik denk ook in de stad, ja. Bij het vliegveld. Wat als één iemand boven blijft? Ik wil eventueel hierboven wel blijven. En als de anderen gewoon stad dan gaan doorzoeken. Ja, ik ga ik ben onderweg. Ik probeer gewoon, dat is een nieuwe tactiek, dat heb ik niet eerder gedaan, maar ik probeer gewoon zo ver mogelijk aan de buitenkant te rijden. Want zij scheuren natuurlijk door binnendoor om zo snel mogelijk ergens te zijn. Maar als ze dat doen en ik blijf maar een beetje de buitenkant rijden, ja, dan loop je mij natuurlijk mis. En dat is wel, denk ik, een goede tactiek. Waar is die gekke vos? Dit is lastig. Ik moet even een snellere bak pakken dan. Ja, ik vind dat je in de piswasser moet zitten. Ja, de piswasser, kom op zeg! Die staat hier achter, die kan ik nog pakken, maar... Dat zijn wel legendary als je hem daarin tegenhoudt, hè? Dan krijg je het, ja, dat is wel legend. We hebben nog zo'n 2 minuten, dus nog tijd zat. Maar als hij een voorbeeld stuurt, mag je dan een map kijken als hij de locatie stuurt ofzo? Nee, je mag nooit in je eigen map kijken eigenlijk. Nee. Je moet altijd inderdaad via dat plaatje moet je het doen. Zo. Ik denk echt dat hij naar het zuiden is gegaan, hè? Ja, ik ben precies. Heel dicht bij het vliegveld. Ik heb nog 1,5 minuut. Waar zal ik gaan staan? Bij het haventje? Wel leuk om een beetje zicht... Oh nee! Nee joh! Door wie word ik beschoten? Nee! Nee joh!
Oké, ik heb hem sowieso, jongens. Dit wordt hem gewoon al. Wat? Nu al? Hij is in paniek, ik weet het zeker. Okay. Oh, hij is zo slecht bezig. Hoe hebben ze me nu al gevonden? Nee! Oh, wat heb ik een kuttactiek gekozen? Oh, nee. Oh, nee. Maar nu vind ik het sneu voor hem, hoor. Ik vind het ook sneu dat het zo snel ja. gaat. Oh, nee, het is weer Marnik. Fuck! Hoe kan het weer Marnik zijn? Nee, dat kan toch niet? Dat kan toch niet weer Marnik zijn? Oh, fuck. Volgens mij stapt hij zo uit. Nee, hij stapt niet uit. Hij moet even een goede plek vinden natuurlijk om uit te stappen. Als hij uitstapt, is hij natuurlijk meteen dood. Maar hij beukt zijn auto kapot. Of tenminste, meteen af. We zijn nog steeds heel dicht bij het vliegveld. Ja, oké. Okay. Nee, maar ik moet uitstappen. Ik moet uitstappen en rennen. Fuck, dit kan toch niet zo snel al gebeurd zijn? Nee. Nee, joh. Ja, maar ik ben nog lang niet in de buurt, ouwe. Er stopt een auto voor mijn neus. Oké. Okay. Oh, en de tijd is voorbij eigenlijk, maar ja, ik zie hem, dus de tijd gaat gewoon door. Waar is hij nou? I don't know. Oh, hij heeft me afgeschud! Nee, ik wil niet weer dat Marnik me pakt. Nee, niet weer Marnik. Oké, we gaan gewoon de weg over. Nee, we rennen gewoon de weg over. Ah, shit, ik word aangereden. Fuck. Oké, rennen. We lopen over de snelweg, jongens. Ah, ik ben aangereden, kom op! Nee, als ik hem nu kwijtraak. Oeh, er rijden hier zoveel auto's op de snelweg. Waar is hij? Hij is hier naar beneden gesprongen. Oh, daar rijdt hij. Daar loopt hij. Oh, deze achtervolging is niet te doen, jongens. Oh, shit. Ik heb jullie echt nodig. Ja, toch. Oké, ik heb afstand. Ik heb eventjes afstand. Shit. Oh, hij gaat zo snel. Kut, maar waar moet ik heen vanaf hier? Nee. Oké. Waar zijn jullie ongeveer nu dan? Ja, ik ben nu nog in de stad. Ik ben bij het tussen die snelwegen in het vliegveld. Oh, hij gaat echt ontsnappen nu, denk ik. Waar bij het vliegveld ben je? Want ik rijd nu bij het vliegveld. Ja, niet op het vliegveld, maar die snelweg, die ronde snelweg ervoor. Daar zijn we in de buurt. Ik ben daar nu... Oh, volgens mij. Kijk, ik moet hier naar beneden springen. Moet ik de snelweg op? Oh, shit. Waar is die? Nee, hij zit nog steeds achter me! Shit! Nee, toch? Dit wordt de langste. Oh, nee. Dit wordt echt een lange achtervolging. Shit. Shit. Loop ik mezelf hier dood? Nee! Volgens mij is hij dood. Hij is dood. Wat? Yes, hij sprong van een gebouw af. Zelfmoord. Hier ligt hij. Oh my god. Dit ging zo snel. Ja, dat was... Nou, Kevin. Wat was dit nou? Zelfmoord? Liever dat jij me voor de tweede keer op zijn pak kwam. Oké, Kevin. Ik vind dat jij een tweede kans moet krijgen. Man. Ik voel me zo slecht, hè. ik probeerde als jou te denken. Ik zei het, hè. Vliegveld, hij gaat gewoon naar de andere kant. Hij wil gewoon ons afschudden. We hadden je tactiek door, man. Ik zei ook gewoon nog van... Jongens, niet voor de tweede keer Marnik die mij vindt. Alles behalve Nou, man, ik heb je weer gevonden. Doet dat pijn? Nou, het doet verrassend veel zeer, ja. Maar die achtervolgingen, dat was echt niet normaal met die snelweg en zo. Ja, ik werd aangereden ook al. En toen ging je door een bosje heen, toen was ik je even kwijt. En, ja, ik dacht, ik moet gewoon onvoorspelbaar, ook op dat dak. Ik dacht, ik sla gelijk rechtsaf, maar je zat gewoon terug met achter me. Fuck. Nou ja, jongens, ik heb gewoon weer verloren. Ik dacht weer zeker te zijn van de zaak, maar het is weer Marnik die me te slim af is. Gewoon weer. Altijd weer die Marnik. Echt kut, jongens. Wat een rotzak is het ook. Maar ik denk dat we zomaar eens moeten gaan switchen van rollen. En laat ons weten in de comments wie jij de volgende keer als vos wil zien, dames en heren. En dan kunnen we dat misschien wel regelen. Ik zou zeggen, ja, tot de volgende keer. En ja, het laatste woord aan de overwinnaar van vandaag, denk ik toch maar wel. De volgende vos zal ook niet veilig zijn. Oké, dat klonk een beetje raar. Oh. Gelijk bedreigen hier zo. Echt, hè? Ik heb er zin in.